heb hier de Motorola Razr voor me liggen. En het is eigenlijk de eerste keer dat ik hem ga booten. Ik heb hem zaterdag ontvangen, afgelopen zaterdag. En het is wel een van de paradepaardjes van Motorola. Hij heeft een dual-core processor, 1 GB werkgeheugen, 16 GB intern geheugen. Een TO-MAP 4430, 1,2 GHz dual-core processor. En hij draait momenteel op Android 2.3.5. Waarbij een update naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich beloofd is. Dus als jullie zien, is er nog een screen protector op mijn scherm. Het spijt me, maar daar kan ik niks aan doen. Op internet lezen we als een grote klacht dat er veel groene waas op het scherm te zien is. Er zit nog een screen protector op. Maar het zal aan mij liggen, maar ik zie dus helemaal niks. Dit is dus de eerste boot. En ik probeer een beetje goed te kunnen filmen, maar het is erg lastig. Engelse taal was goed. Data settings is ook goed. Motorola agreement. Je gaat akkoord met de Motorola software. Dit is ook goed. Gaan we verder. Wat er nog meer over het toestel is te vertellen, is dat het 7,1 mm dik is op het grootste gedeelte van het toestel. Er zit ook aan de bovenkant wel een verdikking van 1 cm totaal, 10 mm. Hier zit namelijk de micro HDMI aansluiting, micro USB aansluiting en een headset jack aansluiting in. Dus het is iets dikker. Het toestel heeft een chassis van staal en Kevlar. En het is eigenlijk wel een prachtig toestel. Het enige wat mij een beetje tegenstaat is toch wel de grootte. Het is namelijk een 4,3 inch scherm met een QHD resolutie van 960 bij 640 pixels. Nee, dat zeg ik verkeerd. 960 bij 540 pixels. Excuus. En ja, 4,3 inch is toch wel erg groot. Vind ik persoonlijk. We kunnen het toestel leren kennen. Eigenlijk hoef ik niks te leren kennen, dus ik vind het wel best. Dit is dus het standaard homescherm van de Motorola Razr. Het is echt serieus een prachtig scherm. Het is ook een Super AMOLED scherm. Hij komt niet uit de Samsung stal. Dus dit is eigenlijk een van de eerste Super AMOLED schermen die niet van Samsung is. En de kleurweergave is echt prachtig. Alleen deze moet minder worden als de helderheid ook minder wordt. Even kijken waar ik dat kan instellen. Dit is de app drawer. Die werkt van links naar rechts horizontaal. Momenteel staat er nog niet heel veel in. Standaard software. Van Motorola is wel op het toestel te vinden. Hij focust niet zo heel goed. Eén moment. Maar hij heeft er geen zin in om te focussen. Ik zal heel even proberen om naar de camera applicatie te gaan. Ik ben helemaal van de slag af naar de settings menu, zodat ik kan kijken hoe het display staat. Brightness. Geen automatische brightness. Oh, kijk, daar zien we het al. Het scherm is lekker groen. Als we de auto of de brightness op zijn laagste stand zetten. Ja, en hier valt het toch wel weer mee. De SMS-applicatie heeft geen witte achtergrond. De browser zou dit kunnen hebben. Ja, kijk, en dan verduidelijkt. Dan wordt het toch redelijk groen en hier weer niet.
Zoals jullie kunnen zien staat er wel wat op het scherm. De resolutie is echt adembenemend mooi, vind ik persoonlijk. Zoals ik nogmaals zei, 4,3 inch, 69x540. Dit is eigenlijk de eerste boot-up van dit apparaat. Ik ben wel redelijk bekend met Android, maar toch moet ik nog wel weer wat ontdekken. HDMI output, battery information, storage. Ik ben benieuwd hoeveel geheugen erop zit. Een beetje apart, maar hier staat dus echt dat er 8 GB datalimiet is. En voor applicaties heb ik 3,66. Totaal zit er 16 GB geheugen op. En 3,66 plus 8 is bij mij nog net geen 16. Hoe dit zit durf ik even niet te zeggen. Het scherm is wel echt bizar mooi zeg. Ik was namelijk bang dat het oversaturated zou zijn. Oh kijk. Zoals de Samsung schermen, daar ben ik persoonlijk geen fan van. Maar dit ziet er toch wel heel chic uit. Er zit ook speciale software op van Motorola, wat te vergelijken is met het programma Tasker. Die ook te downloaden is uit de Android Market, waarmee je eigenlijk alles kan instellen wat je wil. Je kan profielen maken, je kan zorgen dat als je bij je werk aankomt, de telefoon een Bluetooth uitzet. Of als je in de auto stapt, als je Bluetooth aangaat, zodat je kan verbinden met een CarKit, enzovoort, enzovoort. Het is wel erg, erg mooi scherm. Gallery om te kijken of er wat op staat. Het is een speciale applicatie van Motorola. Oh, dit ziet er anders uit dan ik gewend ben. Dit zijn de recente applicaties. Hij focust niet heel goed, zie ik. Settings gaan we even terug. Om te kijken wat er bij About Phone staat. Het is misschien moeilijk te zien door de screen protector, alhoewel het wel meevalt, denk ik. Modelnummer is XT910, Android versie is 2.3.5 en de webtop versie is 2.0.0.82. Ik moet eigenlijk even zorgen dat ik ergens foto's kan laten zien of dat ik er wat foto's opzet. Ik wil er ook wat HD films opzetten of laat ik zeggen wat trailertjes. Die zal ik zo meteen rippen van YouTube en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Dit is weer COB eigenlijk van tweakers.net. En ik heb hier weer mijn Motorola Razr voor me liggen. Vandaag is het dus maandag de 14e en het is eigenlijk eind van de middag. Zoals jullie kunnen zien zit er nog geen simkaart in. Ik heb hem wel opgehaald, maar ik heb mijn micro sim er nog niet in gedaan. Ik heb het toestel voor de rest eigenlijk ook nog niet verder ingesteld. Ik heb er uiteraard wel redelijk wat mee gespeeld. En ik wil eigenlijk nog even verder gaan met het vorige filmpje. Daar zet ik hem weer even aan. In het vorige filmpje was ik namelijk bezig met de brightness te laten zien, omdat veel reviews zeggen dat het scherm redelijk groen wordt. Dat het scherm redelijk groen wordt als de brightness op 0 staat. In dit hele filmpje staat de brightness dus ook op 0, zoals jullie kunnen zien. Het scherm is een beetje groener opeens, maar als ik op oké druk, dan is dat helemaal weg. De schermkwaliteit, ja, ik wil het nogmaals benadrukken, het is een super AMOLED scherm, maar het is echt, gewoon echt werkelijk waar prachtig. Ik zou dat willen laten zien in de browser. Uiteraard staat tweakers.net op, wat gewoon ook allemaal perfect werkt. Oh, die wil ik niet lezen. Het scherm is dus 4,3 inch bij 69 x 540 pixels. Ja, en het browser, ja, het is gewoon niet uit te leggen, maar het werkt gewoon echt perfect. Pinch to zoom, dubbel tappen. Ja, zoals ik zei, dubbel tappen werkt gewoon allemaal perfect. Ook flash werkt heel goed. En dat wil ik graag laten zien. Met dit nieuwsbericht, de dunne smartphone, de Razr, is uitgekomen in Nederland. Dus dat is natuurlijk erg leuk. Iets uitzoomen. HD is off. Maar dat maakt niet uit, we gaan heel even zo kijken. In deze telefoon zit een 3D soundsysteem. Of iets in die trant. Mooie marketingtermen natuurlijk. Maar het geluid wat uit deze telefoon komt, klinkt ook werkelijk gewoon heel goed.
En dat had ik eigenlijk niet voorgesteld, want het is toch een hele dunne telefoon. Oh, nu ben ik even aan het mutsen. Het is toch een hele dunne telefoon, maar het geluid is werkelijk fenomenaal. Dan gaan we ook naar fullscreen. En dan draait hij hem opeens om, dat had ik net ook al. Maar dan draaien we het toestel om. Motorola Power. Dat is dus ook nog een issue, of eigenlijk geen issue voor mij. Maar de batterij in deze telefoon is niet verwijderbaar. Zodoende kun je niet even snel een tweede accu kopen of even meenemen op een vakantie of een scoutingkamp of wat dan ook. Sommige mensen vinden het een nadeel, anderen niet. Wat ik persoonlijk dus een klein nadeeltje vind, is dat het microsim gebruikt, het toestel. Ja, die had ik nog niet en ik heb dus heel het weekend eigenlijk niet goed de functies van mijn telefoon kunnen bekijken. Ik heb heel even de microsimkaart van mijn meisje erin gehad en voor de rest heb ik er vrij weinig mee gedaan. Standaard software van Motorola, die vind ik ver te vinden. GoToMeet is een applicatie van Motorola. En QuickOffice staat alvast geïnstalleerd. Ook staat er Smart Actions bij. En dat is dan wel weer iets moois. Dit is namelijk software om de batterijtijd te optimaliseren. Met deze software kun je eigenlijk van allerlei profielen maken. Bijvoorbeeld dat als je op je werk komt, Bluetooth uit wordt gezet. Als je je auto instapt, gaat Bluetooth aan voor de carkit. Als je thuis komt, wordt wifi aangezet, enzovoort, enzovoort. En dit bespaart redelijk wat accutijd volgens Motorola. Dat is natuurlijk altijd erg fijn. We hebben ook een Zinio reader. Ik weet niet wat het precies is, maar waarschijnlijk een e-book reader of iets in die trant ook meegeleverd. Ja, voor de rest, het werkt allemaal goed. Het geluid is prachtig. Ik heb ook verschillende headsetjes geprobeerd met de 3,5 mm headset aansluiting. En dat geluid vind ik ook gewoon goed. De muziekapplicatie heb ik nog niet geprobeerd, want ik heb daar nog geen muziek op ingezet. En voor de rest moet ik nog wat dingetjes uitvogelen, zoals het geheugen van 3,66 gig plus 8 gig. Waar de overige 4,5 gigabyte is gebleven, dat vraag ik me dan af. Voor de rest is het gewoon eigenlijk een prachtig toestel. Hij is redelijk groot, maar naarmate de dagen verstrijken begin ik er toch wel wat mee aan te wennen. De Android Market, dat doe ik later ook. Ik ga hem denk ik verder instellen met mijn eigen simkaart erin. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Als er nog opmerkingen zijn, hoor ik dat graag. En voor de rest zou ik willen zeggen, check deze animatie, want deze is toch erg mooi. Als het uiteraard in één keer werkt. Nog één keer voor de liefhebbers. Focus, dit is trouwens het lockscreen. En dan gaan we uit.